NEC staat voor een belangrijk weekend. Maandag moeten de mannen van Jack de Gier aantreden in Alkmaar tegen Jong AZ. En vrijdag is Jong Ajax de tegenstander in de Goffert. Sparta was vorige week te sterk voor de Nijmegenaren. En dus had verslaggever Joram Jansen deze vraag voor trainer Jack de Gier. Wat voor positieve dingen heb je kunnen halen uit tegen Sparta? Positieve dingen? Nou, we hebben vooral vooruitgekeken naar de wedstrijd. Soms moet je wedstrijden heel snel vergeten. En we hebben deze week vooral individueel met spelers gezeten. En wij proberen vooral positief te zijn over de wedstrijden die we daarvoor hebben gespeeld. Jammer dat we niet goed genoeg waren tegen Sparta. Want uiteindelijk had je daar nog gemakkelijk een punt kunnen halen. En dan was het gevoel misschien wat minder negatief geweest. Alleen wij moeten er gewoon voor waken dat we die lijn Den Bosch, Roda, Almere, alles wat daarvoor afspeelt, dat we die doortrekken. Ferdi Druijven is weer terug. Ik denk dat het voor jou erg prettig is om hem erbij te hebben weer. Nou, als je het over positieve dingen hebt, dan is dit een positief ding. Ja. Ja, dan naar Matthias Bossaerts, die werd gewisseld in de tweede helft. Lichte blessure, hoe is het met hem? Is dat iets ernstigs of valt het nog mee? Nee, dat is een lichte blessure. En we spelen ook maandag natuurlijk tegen Jong AZ. Wedstrijd Ajax komt net te vroeg voor hem, dus proberen we hem klaar te maken voor de wedstrijd tegen Jong AZ. Je hebt ook wel een beetje op Jong AZ. Je zegt altijd één wedstrijd per keer waar we naar kijken, maar het moet toch wel een beetje meespelen dat je ook maandag weer moet spelen? Nou ja, de eerste wedstrijd is Jong Ajax en de eerste is altijd de belangrijkste. Alleen, je hoeft daar geen risico's in te nemen. En kijk, we hebben een 18 veldspelers op dit moment fit die ook in de selectie zitten, inzetbaar zijn. En we moeten gewoon vol gas die wedstrijd tegen Ajax spelen. Nou, dan kan je blessures oplopen, dan kan je tegen schorsing aanlopen. Dan kan er van alles gebeuren. Hè? Dan moet je zorgen dat de rest wat erachter zit scherp is en die positie in kan nemen. Je hebt maandag ongetwijfeld de wedstrijd tegen Jong Ajax gezien. Heb je denk ik weinig aan qua spelers of niet? Ja, nee, maar goed, qua speelwijze is het voor Ajax altijd wel duidelijk. En ook duidelijk is dat iedereen die daar speelt goed kan voetballen. En dat is voor ons de taak om ze niet aan het voetballen te laten komen. Het is natuurlijk voor de spelers die er vorig jaar ook zaten wel een vervelende tegenstander geweest. Het zijn de titel. Is er nog een beetje revanchegevoelens voor iemand als Mart Dijkstra bijvoorbeeld? Nou, dat weet ik niet. Dat zou je maar moeten vragen. Ja, weet je, we hebben ook uit met 4-0 verloren. En er zullen misschien wel 5, 6, misschien wel meer andere spelers op het veld staan. Kijk, het is altijd zuur om te verliezen. En zeker tegen teams als Jong Ajax of Jong PSV, et cetera. Kijk, het zijn ploegen die kunnen onbevangen spelen. En bij ons zit er altijd toch wat meer druk op. En dat is een verschil. En dat zie je ook wel eens terug in wedstrijden. En nogmaals, het is gewoon belangrijk om ze niet aan het voetballen te laten komen, want als je achter de bal aan moet, dan kunnen ze gewoon goed spelen.